We maken ons heel erg druk over overvolle snelwegen, over een Twentekanaal dat moet worden uitgediept, over goederentreinen die af en aan rijden. Maar met de 3D-printer, die we in de toekomst allemaal in eigen huis hebben, is dan al dat transport nog wel nodig? Als die oude tandenborstel op is, waarom printen we dan niet onze eigen nieuwe tandenborstel? En hebben we al die vrachtwagens op de weg? Hebben we dat allemaal dan nog wel nodig? Klinkt misschien als een gekke gedachte, maar er zijn mensen die denken dat het echt het toekomstbeeld is. En dat zou betekenen dat je inderdaad misschien op een ander paard moet wedden dan uitbreiding van de infrastructuur. Ja, dit zijn van die digitale ontwikkelingen die een al lang verleden hebben, want die 3D-print is van 25 jaar geleden. Er zijn nieuwe dingen bijgekomen, de techniek is verder gegaan. Ja, en nu als je het goed volgt en als je naar al die trends kijkt, dan kan je ze rustig doortrekken. En dan weet je dat het een geweldige invloed zal hebben. Wim de Ridder is hoogleraar toekomstonderzoek aan de Universiteit van Twente. Als geen ander weet hij hoe onze nabije toekomst eruit ziet. Alles wat jij van waarde vindt, ga je in de toekomst zelf maken. Tot en met het koetswerk van je auto. Als je dat belangrijk vindt, als je echt een autogek bent, dan maak je je eigen auto. Maar dan blijven die stromen van transport, die logistiek, blijft dan nodig. Nauwelijks, want ja, het is vloeistof, het is poeder wat je in die machine stopt. En die komt in bulk aan en daar maak jij hele mooie dingen van. Maar welke rol de 3D-printer ook krijgt in de Nederlandse huishoudens, voedselprinten zal voorlopig een utopie blijven. En dat betekent dat de vrachtwagens van Müller Fresh Food Logistics zullen moeten blijven rijden. We doen ons best, de wereld verandert heel snel. Je ziet aan allerlei bedrijven om ons heen hoe snel je van... hoe snel je kan vallen als er een aantal ontwikkelingen toch anders zijn of sneller gaan of iets niet helemaal gaat zoals je het wil. Dus met z'n allen doen wij als bedrijf ons best en proberen we alle ontwikkelingen op tijd te zien en daarop te schakelen. Dus we gaan er in ieder geval voor. Vol gas vooruit, zeggen we altijd.